We zijn hier vandaag in Sunparks Mall, waar de kersverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Tijd om ze beter te leren kennen. Bij mij heb ik Thierry zitten. Dag Thierry. Hallo. Alles oké? Okay? Ja hoor, dank u. Ja, hoe heb je het afgelopen weekend al ervaren? Ja, druk en heel spannend. Oké. Okay. Nou, wat kijk je het meest uit de komende maanden, nu dat je officieel finalist bent voor Mr. Gay Belgium? Ja, aan het horen staat ons veel voor de boeg te wachten. En ja, ben heel benieuwd aan wat dat er allemaal gaat gebeuren. Okay. En we zien wel. Goed. Natuurlijk, de mensen willen je natuurlijk ook een beetje beter leren kennen. Je mag je kort even voorstellen. Dus ik ben Thierry, ik ben 14 jaar oud en ben afkomstig uit West-Vlaamse Geluwe. Oké. Okay. Waarom heb je ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? In feite, mijn motivatie was sinds kort hadden we aan tafel gezeten in een familiefeest en heb daar een aanvaring gekregen en dat was mijn motivatie uiteindelijk. Oké, okay. En nu als finalist moet je een thema uitdragen naar de buitenwereld toe. Welk thema heb je gekozen? Dus de acceptatie bij de ouders uiteindelijk. Dat is zo graag veel de hollybies in feite willen helpen accepteerd te worden door hun ouders. Okay. Heb je daar zelf problemen mee gehad? Ja, inderdaad. Ja, dat is niet heel goed verlopen uiteindelijk. En dat blijft altijd wel bij mij hangen. Maar nu alles oké? Okay? Ja, nu gaat het wel veel beter, maar het blijft toch altijd een litteken. Ja, oké, okay, dat snap ik zeker. Nu, om het luchtig te eindigen, ga ik zo nog een paar luchtige vragen stellen. Vroeg in bed of lang opblijven? In het weekend vroeg in bed en laat in bed en in de week vroeg in bed. Een goed Belgisch pintje of een goede, lekkere wijn? Een lekkere wijn. Okay. Een voorkeur? Oh, een zoete witte wijn. Oké, okay. Saus erop of saus ernaast? Ernaast. Oké, okay. Mocht je een biografie schrijven over jezelf, hoe zou die dan heten, de titel van je boek? Leer Thierry kennen. Oké, okay, super. Thierry, geniet van de komende maanden en ik wens je alvast heel veel succes. Hartelijk dank. Dank je wel, Bart. Oké, okay, super.